Goedemorgen, u kijkt naar het Weerschanaal van weerplaza.nl. Het is momenteel wisselend bewolkt boven Nederland met de meeste zonnige periode in het noordwesten van het land. Verspreid komen wel een aantal buien voor, en later in de middag, wanneer deze buien zich van west naar oost verplaatsen, kan er plaatselijk ook onweer voorkomen. In de ochtend vallen de buitjes eerst nog wel mee wat betreft de intensiteit en is het op de meeste plaatsen nog wel droog. Maar zoals ik al zei, neemt dan vanmiddag de buienintensiteit flink toe. En landinwaarts is er dan ook een kans op misschien hagel en ook een enkele keer een klap onweer. De temperatuur loopt daarbij op naar 20 tot 22 graden en de wind die is daarbij meestal matig van kracht. Vanavond breiden dan de opklaringen zich over het land uit en is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur die daalt naar 15 of 16 graden en de wind die neemt iets in kracht af. Morgen verandert er dan eigenlijk niet heel veel aan het weerbeeld. Het aantal buien is minder en de intensiteit is ook minder. De droge periode overheersen en het wordt opnieuw 20 tot zo'n 22 graden. De komende dagen neemt de wisselvalligheid wel toe, met name op dinsdag en woensdag flink wat een periode met de regen. De zon die laat zich slechts maar af en toe zien. En op donderdag wordt het misschien dan wel iets warmer, met dan in het zuidoosten lokaal misschien 24 of 25 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl